Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en ASUS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Mobotics S15D IP-camera. Welkom bij Hardware Info TV. Een professionele IP-camera gaan we het vandaag over hebben, de Mobotics S15D. Maar voordat we naar dat product gaan kijken, eerst even een blik op het nieuwe Hardware Info Magazine, nummer 6 2013. Dat hebben we namelijk deze week afgerond. Gaat naar de drukker en 20 december ligt hij in de winkel. En wil je nog abonnee worden en meteen nummer 6 2013 op de deurmat vinden, dan kan dat nog tot en met komende zondag. Als je je uiterlijk zondag inschrijft, dan heb je dus de 20ste nummer 6 op de deurmat. Nou, tot zover even kort het magazine. Wij gaan het dus hebben over een Mobotics S15D, een professionele IP-camera. Dit is geen ding van een paar tientjes, we hebben het hier over meerdere honderden euro's, maar je krijgt er wel wat bijzonders voor. Ja, want Mobotics is een merk wat echt, je zegt al professionele IP-camera's, en met professioneel moet je er dan aan denken dat dit soort apparaten hangt op kruispunten, op grote verkeersbanken, hangt in bedrijven. Het is echt het spul, ook de versie die hier is, water- en stofdicht, dus dit kan je letterlijk dus gewoon als er buiten... toevallig iemand van Rijkswaterstaat kijkt, moet hij even extra aandacht hebben. Ja, want dit is inderdaad het spul wat, deze dan niet, want dit is een apparaat bedoeld voor, met name voor kantoren, maar de camera's van Mobotics hangen ook buiten, dat bedoel ik ermee te zeggen, echt in professionele omgevingen. Ja. Het bijzondere aan deze camera, en het zie je eigenlijk al, het is niet één camera, maar het zijn er twee. Het is ook de S15D, wat staat voor dual. Eigenlijk is dit, het kastje wat ik hier heb, is het hart van het apparaat. Hier zit alle logica in. En met twee kabels van elke 2 meter gaan er dus twee cameraatjes aan. En in dit geval zijn twee camera's, eentje voor dag en eentje voor nachtzicht, die je dus naast elkaar kan plaatsen en die over kunnen schakelen op het moment dat het minder of meer licht wordt. Want vaak hebben IP-camera's wel een stand voor in de nacht, maar het is altijd een beetje behelpen als je zeg maar met één camera kan nooit heel goed zijn voor zowel donker als licht. Ja. Een van de twee valt dan qua beeldkwaliteit altijd tegen. Terwijl hier zitten dus gewoon twee camera's in die gewoon specifiek zijn geoptimaliseerd voor beide omgevingen. Ja, 5 megapixel camera's en die nachtzichtcamera die is eigenlijk ook gewoon zwart-wit. Die kan geen kleur registreren, maar is daardoor wel heel lichtgevoelig. En heeft dus ook geen IR-verlichting nodig, dus geen IR-leds. Moet uiteraard niet pikdonker zijn, maar om ook in redelijk donker nog goede beelden te kunnen schieten. En dat doet hij inderdaad ook vrij goed. Maar dit is dus een opstelling waarbij je feitelijk twee camera's eigenlijk als één gebruikt, want ze werken tegelijkertijd in deze mount. Maar je kan die camera's ook eruit halen. En je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld 2 dagcamera's aan te hangen, die je dus als je zo'n apparaat bijvoorbeeld in een meterkast hebt, in 2 ruimtes daarnaast allebei op te hangen, zodat je vanuit 1 logische camera, dus in je netwerk zie je 1 apparaat, maar heb je toch feitelijk 2 camera's die je dan tegelijkertijd kan bekijken. Ja. Ander bijzonder punt van deze camera is de gigantische kijkhoek. Want dat is eigenlijk over het algemeen het probleem met IP-camera's. Je richt ze ergens op en je ziet een gedeelte van de ruimte of de buitenruimte waar de camera hangt. Maar er kunnen zich natuurlijk altijd net dingen voordoen in een hoekje wat de camera niet ziet. Ja. Dit ding heeft gewoon echt bijna een 180 graden gezichtsveld. Ja, horizontaal 180 graden, verticaal 160, dus ook bijna compleet. En wat je dus feitelijk ziet als je het beeld van de camera ruw bekijkt, dan zie je eigenlijk gewoon een vissenoog, dus een rond beeld. En door slimme software die erbij zit, wordt dat dan dus weer gedewarped. Dus wordt er weer een mooi beeld van gemaakt. Maar je kan dus ook voor kiezen om zo'n camera aan het plafond in het midden van een ruimte op te hangen. En dan bekijkt hij dus feitelijk heel de ruimte. En je kan ook meerdere virtuele camera standpunten daaruit maken. Waardoor op basis van het ronde beeld wat hij dan is, maakt hij verschillende standpunten. Bijvoorbeeld alle kanten op. Kan je er eentje op een deur richten, eentje op een raam. Of op, als je het in een winkel hebt, op meerdere verschillende vakken. En dat is gewoon heel erg handig om zonder dat je een hele batterij aan camera's ophangt, toch redelijk goed overzicht van een hele ruimte te krijgen. En als je ziet bijvoorbeeld buiten zou ophangen, als je een camera als dit zeg maar boven je deur ophangt, dan maakt het denk ik niet uit waar de inbreker vandaan komt. Ja. Je ziet hem altijd. Als je dit aan je gevel ophangt, dan ziet hij echt van links tot en met rechts heel je gevel. Uiteraard aan de hoeken wel met wat vervorming, ook al wordt dat redelijk recht gezet. Maar het blikveld is oneindig en omdat die 5 megapixel is, heb je ook als je dus maar een deel bekijkt nog redelijke resolutie. Want dat is natuurlijk inderdaad wel een punt. Dat hele gezichtsveld is die 5 megapixel. Ja. Je wil natuurlijk zeker, als je als bewakingscamera gaat gebruiken, wel nog mensen kunnen herkennen. Dus die beelden die je eruit knipt, die moeten wel dan nog scherp genoeg zijn. Ja, maar omdat ik zeg zelf, tot 1,5 meter kan je echt herkenning doen van gezichten. En daar verder herken je personen en nog verder dan neem je ze waar, zeg maar. Ja. Deel je hogere resolutie op kleinere dingen, dan zijn er ook andere lenzen voor deze camera beschikbaar. Want dit zijn dus 180 graden lenzen, maar er zijn een heel aantal ook met veel kleinere kijkhoeken. Ja.
Die software, dat is ook wel echt iets waar Mobotics heel veel werk in heeft gestopt. Juist om dit allemaal qua beheer en dat soort dingen... Ja, in ieder geval zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar ook dat echt alle opties die je maar kunt wensen, zitten er wel in. Ja, en dat is uiteraard een beetje een paradox die lastig is. Er zitten ontzettend veel opties in. De software is ook super stabiel. En dat is ook wel iets wat gezegd mag worden. Want dat is lang niet bij alle IP-camera's het geval. Weet ik uit ervaring als ik dat soort apparaten test. Ja. Dit apparaat is weken in gebruik, nog nooit vastgelopen. Werkt echt als een trein. Ik moet wel zeggen, er zijn super veel opties. Maar heel overzichtelijk vind ik de software niet. Het heeft een beetje een mix van dat het er gebruiksvriendelijk uit moet zijn. Maar het onder de schild toch net niet is. Ik vind het een beetje lastig om de vinger erop te leggen, maar ja. Ik ga redelijk vaak met nieuwe apparaten om en ook met nieuwe interfaces en dat gaat over het allemaal redelijk vlug. Maar hier heb ik wel echt even voor nodig gehad om die software een beetje in de vingers te krijgen. Maar goed, werkt het eenmaal, dan werkt het ook gewoon prima. Ja. En het aardige is dus ook, je kan kiezen om beelden die worden opgenomen of die worden geregistreerd naar bijvoorbeeld een NAS of naar een server of wat dan ook te sturen. Maar er zit hier ook een micro SD-kaartje in, waardoor je ook gewoon direct lokaal kan opnemen, waardoor je netwerk niet altijd wordt belast als je de camera niet live aan het uitlezen bent. En als zeg maar de crimineel die langskomt je NAS meeneemt, dan is er ook nog wel een backup van zijn gezicht. Ja, precies. Enig nadeel is wel, je gaat inderdaad met twee kabels van het basisstation naar de camera's. Maar die kabels, dat is geen gestandardiseerd iets. En de 2 meter die je hebt, daar moet je het ook mee doen. Ja, het lijkt op micro-USB of mini-USB. Dat is het volgens mij ook wel. Maar je kan er niet onwijs lange kabellengtes voor gebruiken. Ze zeggen zelf dus 2 meter. Dat zijn ook de langste kabels die ze zelf leveren. En dat is wel jammer, want feitelijk heb je dus gewoon 2 camera's in één. En zou het mooi zijn dat je zegt van ik hang er eentje midden in de ene ruimte en eentje midden helemaal in de andere ruimte. Ja. Ja, dat gaat door die beperkte kabellengte van zeg maar in totaal 4 meter... wat je aan rijkwijd hebt, gaat dat over het algemeen dus niet werken. En als je dat wil doen, dan heb je dus weer 2 basisstations nodig. Ja. En de extra kosten die je daarmee van... Ja, en dan heeft Mobotics ook gewoon oplossingen waarbij je feitelijk 1 camera hebt die het allemaal kan. En dat is uiteraard goedkoper als deze oplossing met 2. Ja. Dus dit is met name handig als je inderdaad een meterkast hebt met 2 ruimtes daarnaast, waarbij je allebei vanaf de gevel iets wil doen. Of zo'n dag-nacht opstelling als wat we hier hebben. Ja, nou, we hadden het er al over dat het niet goedkoop was, maar even de exacte prijs. Ja, er zijn verschillende kits, maar als je het loskoopt, dan moet je aan het basisstation zo'n €780 denken. Dus dat is echt heel duur. En de camera moet zelf zijn afhankelijk van welke je koopt ook zo'n €200-240. Dus het is niet goedkoop, maar zoals gezegd, dit is ook echt eigenlijk voor zakelijk gebruik bedoeld. En dan valt het op zich wel mee, want de bouwkwaliteit en dus ook de bedrijfszekerheid is wel gewoon heel erg hoog. Ja, en als je later 1 inbraak mee voorkomt, dan is volgens mij dat het direct terug. Ja, zeker voor winkeleigenaren is het eigenlijk natuurlijk een no-brainer om iets te kopen waarvan je vrij zeker weet dat het werkt. En dat je niet als een inbraak is geweest of iemand dat heeft gejat, die erachter komt dat je camera eigenlijk al een week feitelijk niet werkt. En dat zal hier niet snel mee gebeuren. Goed, tot zover de Mobotics camera en deze aflevering van Hard Info TV. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja, hoe je bijvoorbeeld een backup kunt maken. Hoe precies die MyCloud dingetjes werken die ze ervoor hebben. Ja, kijk, dat is heel overzichtelijk. Kijk, dat is misschien voor iemand die al heel ervaren is. En denkt van ja, waarom verval je ermee lastig? Maar als je nog niet zoveel ervaring hebt, dan is dit heel erg handig. Ja. Nou, ze bieden bijvoorbeeld ook een app voor Windows. Nou, dan kan je heel makkelijk, als je dan buiten je eigen netwerk bent, verbinding maken met dat ding. Je kan ook via het web toegang hebben. Dat ziet er ongeveer hetzelfde uit.